Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 12 augustus 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag enkele nieuwe morsewoorden en een SSTV-afbeelding in PD50. Dit keer een Collins amateurtransceiver. Collins was in de jaren 60 het merk en het merk heeft nog steeds legendarische status, ook nu nog. Het bedrijf Rockwell Collins, zoals het tegenwoordig heet, werd in 1933 opgericht als Collins Radio Company en het bestaat dus nu nog steeds. Na de oorlog begon het bedrijf naast een lijn omroepzenders ook amateurapparatuur te bouwen. Halverwege de jaren 80 stopte het bedrijf weer met amateurapparatuur. Collins-apparaten zijn echte verzamelaarsobjecten en er hangt ook nu nog vaak een prijskaartje aan. Zo dadelijk vertellen Simon en Misha iets over de ballonvosjacht die al heel snel, namelijk op 11 september, plaatsvindt. De ballonjacht is eigenlijk naast de grote amateurbeurzen wel het evenement van het jaar. Het is in elk geval een evenement waar je aan mee kunt doen vanuit de auto, maar ook gewoon thuis. Website van de ballonjacht is www.ballonvossenjacht.nl. Dus www.ballonvossenjacht.nl. Aan het einde van deze uitzending voor het eerst onze nieuwe rubriek Amateur Cabaret, waarin behalve deze Lord Peter John ook enkele andere amateurs meedoen. Balloon TV, dat is de controller, de microcontroller die meegaat in de ballon van de ballonvossenjacht. Hé, hey, dat is interessant. Ja, daar horen wij nooit zoveel over. Kun jij wat insider informatie geven? Ja, absoluut, John. De roving reporter aan het werk, hè. Dit is PA9TV. Naar het verluid is vorige ballonnen hebben uitgezonden op 13 centimeter ATV. En men vond het zinvol om iets te zakken in frequentie en toen is men uitgeweken naar 23 centimeter ATV. En dus moest er iets aan hardware ontwikkeld worden voor het 23 centimeter ATV. En dat moest allemaal erg licht gewicht zijn. En toen heeft Rolf de taak op zich genomen. En heeft een amateur heeft een blikje gedoneerd. Ergens, volgens mij op Hamnieuws is wel te vinden wie de donateur van het blikje was. Of misschien was dat Hobbyscoop waar dat te vinden is. Maar helaas, dat heb ik niet paraat. Hè, maar dat is wel heel erg aardig van de betreffende amateur. En Rolf die heeft nu een heel klein lichtgewicht microcontrollertje geprogrammeerd. Zodat hij dat blikje, de naam van het blikje ontgaat me ook even. Maar zodat het blikje op frequentie gezet kan worden en dat er in callsign in CW verzonden kan worden op een audiokanaal. Hè. Maar goed, er zaten wat issues in en Rolf heeft zijn handen vol aan het project. Dus we hadden het er gisteren over. En een van de issues was dat er te weinig ruimte overbleef in die ultra kleine microcontroller. Dus ik heb zojuist een drietal patches ingediend bij Rolf om in ieder geval een stuk van de RAM usage te verminderen door het naar de code space te brengen. En wat andere zaakjes, hè. Maar het is aanzienlijk kleiner geworden van PA9TV. Ja, goedemiddag allemaal, PA1OKZ. Ja, het is inderdaad zo dat, want dat is de aanleiding is dus dat dat wij eigenlijk, of dat ik eigenlijk vorig jaar met het agentschap Telecom heb afgesproken dat wij vanaf dit jaar zouden gaan uitwijken naar een andere band voor het ATV-verhaal. We hebben vorig jaar heel wat moeten bewegen, ikzelf en ook de frequentiecoördinator van het AT, of een van de, om voor ons een plekje te krijgen in de 13 centimeter band, omdat het aantal primaire gebruikers daar was groter geworden en ook was het de vergunningsvorm op dat moment, vorig jaar in september, de vergunningen. Waardoor eigenlijk het zicht van het agentschap Telecom op wie, waar, wanneer uitzendt heel minimaal geworden is. Hè. Toen hebben we dat wel voor elkaar gekregen door met eigenlijk alle vergunden te overleggen. Dat heeft me nog een dag werk gekost, want krijg ze maar eens te pakken en probeer ze maar eens te bewegen om mee te werken. En zodoende hebben we dat voor elkaar gekregen. Maar dit jaar dus is daarom besloten om uit te wijken naar 23 centimeter. Maar daar moest dus wat nieuws voor gebouwd worden. En de vorige ATV-zenders die waren van mijn hand. Maar daar heb ik gewoon absoluut geen tijd voor momenteel. En we wilden toch wel erg graag ATV in de zonde. Dus toen kwam ik op het idee om Rolf te vragen. Want Rolf die wil heel graag leuke dingen knutselen.
En die is wel tot wat in staat ook, hè. Zo ging dat eigenlijk. En nou heeft hij toch wat heel leuks gedaan. Het blikje wat gesponsord is, is een Comtech blikje. Het bekende standaard blikje. Want we moesten het onszelf wel makkelijk maken. En eigenlijk bestaat het idee om voor volgend jaar echt een geminiaturiseerde zender te maken. Want dan gaat eigenlijk de hele ballon op de schop. Dan maken we een compleet nieuwe zonde met alles een stuk compacter dan nu. Omdat er ook in het hele sponsorverhaal het nodige aan het veranderen is. Dat even mijn bijdrage. Microfoon maar even naar, naar Simon. Bedankt voor de aanvulling, Misha. Dat maakt het verhaal helemaal compleet, hè? Voor de mensen die het willen volgen, die moeten op GitHub kijken naar het project van Real Rolfje. Zo noemt Rolf zich. En het project zelf heet Balloon TV. Ja, het is in principe een heel klein stukje code die inderdaad het Comtech blikje, wat inmiddels heb ik begrepen ook geen blikje meer is. Of in ieder geval, ja, het blikje nog wel, maar de print die eraan zat, die is verwijderd. En die controller die stelt de frequentie in van het Comtech blikje. En ik hoop dat het allemaal duidelijk is voor iedereen. Komen we nu toe aan het eerste deel van onze nieuwe cabaret-rubriek. Ik heb eigenlijk nog geen naam bedacht, maar dat komt wel. Ieder jaar in augustus bedenk ik enkele nieuwe dingen, zoals ik afgelopen week ook al stelde. Op deze manier kwam ook de Daily Minutes tot stand. Dit jaar in het nieuwe seizoen begin ik met een cabaret-rubriek, waarin twee van onze regelmatige PI2-NOS-bezoekers hun beste beentje voorzetten. Vandaag ben ik niet alleen, maar heb ik twee mede-presentatoren. En dat zijn... We gaan gewoon pletter. Koest Remco, Koest. Pletter. Doe nou toch. Gewoon output en als er gedoe is, microfoon inknijpen, de rest van de sterkste. Nou, dat begint alweer goed. Ga maar even in de gang zitten, Remco, even afkoelen. Pletter. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. We hebben nog een medepresentator, u hoorde hem al even. Goedenavond, Adrie. Kitty, K-I-T-T-Y. Ja, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Is dat je vriendin, Adrie? Nee, geen idee. Volgens mij is er geen ontkennen aan, hoor. Of was het Lari, Adrie? Geen idee. Ja, Adrie, je vertelt wel vaker Lari-koeken. Daar is niks mis mee op zich. Heb je een voorbeeld misschien van overduidelijke Lari-koek? Ja. Nou, laat maar horen dan. Dat heb je met... De Daily Minutes in feite ook. Hè. Het is meer amusement dan nieuws. Daar is niks mis mee op zich. Maar dan moet je het geen nieuws noemen. Geen nieuws update. Of... Nee, dan is het gewoon een van de andere amusementsprogramma's. Breaking news, my goodness. Het nieuws van gisteren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De uitzendingen kunnen worden teruggeluisterd via pa0ete.nl en meestal ook via youtube.com/pa0ete, verder via de podcast. Kort na de uitzending kan dat terugluisteren ook via www.qsogemist.nl of via hobbyscoop.nl. De SSTV-beelden bij de uitzendingen kun je met de smartphone voor de luidspreker ontvangen met de app Robot 36 bij Android en CQSSTV voor iOS. Verder is er MMSSTV voor Windows en QSSTV dat je met apt-get install kunt installeren op alles wat op Ubuntu lijkt. De komende tijd zijn de Daily Minutes ook te beluisteren via PI1XDV-L op Echolink.